Morgenmiddag om 12 uur wordt Peter Maas voorgesteld bij Racing Genk als nieuwe trainer. U kunt die persconferentie live volgen bij TV Limburg op uw televisie en ook online vanaf 12 uur. De overgang hing al een tijdje in de lucht en vanmiddag bereikte Maas een akkoord met Lokeren over de afkoopsom. Maas moet Genk weer op het juiste spoor krijgen. Wij trokken de straat op en vroegen de supporters of ze tevreden zijn. Ja, zeker goed, ja. Dan kunnen ze misschien nog eens kampioen spelen, hè, want ik denk wel dat hij een goede trainer is voor de Limburgse ploeg. Waarom is hij een goede trainer? Ja, als je ziet wat hij met Lokeren heeft bereikt, vind ik dat toch wel een goede trainer. En hij is Limburger, dus. Ik vind dat hij veel gepresteerd heeft in zijn eigen ploeg. En ik hoop dat hij dat bij ons ook doet. Hè. Het kan goed aflopen. Hè. Ze zijn nu al heel zwak geworden en nu met de nieuwe trainer. Hoop ik dat dat beter gaat worden. Hè? Daar ben ik heel zeker van. Dat is een toptrainer in België. Gelijk er op het moment een heel generatie is. Dus niet buitenlander, hè, maar de meeste zijn Belgen. Nou, ik heb een heel generatie op het moment. En Maas is daar één van. Ze zijn 2 jaar op aan het wachten. Dus ik hoop dat het nu beter wordt. Er zal ook wel wat nieuwe spelers moeten komen voor aan een nieuwe ploeg te kunnen bouwen. Maar het is al een stap in de goede richting. Ik denk dat ze daar willen luisteren naar hem. Dus dat Genk echt koopt wat hij wil, dat hij binnen een jaar of 2-3 wel het topteam van maakt terug. Het Genk, gelijk het in het verleden was, dat is mijn gedachte. Waarom is hij een goede trainer? Omdat hij heeft toch bij Mechelen en Lokeren bewezen dat hij met een beperkt budget toch wel een goede ploeg kan bouwen. Zijn stijl vind ik geweldig goed. Een doorzetter, een doorduwer, geweldig goed. Alleen moet hij het bestuur ook kunnen doorduwen. Hij moet zijn mening aan het bestuur kunnen doorduwen. Maar dat denk ik toch al wel dat afgesproken is voordat hij naar hier komt. En voor mij mag hem Hans van Hagen meebrengen. Heel duidelijk. Dankjewel.